Welkom bij de instructiefilms van Kleine Landschapselementen. Wij informeren u graag over de aanleg en onderhoud van uw landschapselementen. Wij laten u zien hoe u moet aanplanten en snoeien, zodat uw bomen en struiken er mooi en gezond bij staan en uw erf zo goed mogelijk bij de rest van de omgeving past. Vandaag gaan we de houtsingel aanleggen. Ideaal als erfafscheiding en aantrekkelijk voor kleine zoogdieren en vogels. En niet vergeten, als de ijsbloemen niet op de ramen staan, kunt u tussen november en maart planten gaan. Of zoals Al Gore zei, als global warming de winter heeft bedaard, kunt u planten tussen november en maart. Mocht u niet meteen kunnen gaan planten, zorgt u dan dat u de planten opkuilt. Je graaft dan een gat in de grond, plaatst de planten erin en zorgt dat je de wortels bedekt met aarde. Daarmee zijn de wortels beschermd tegen uitdrogen. Goed. Wat hebben we nodig? Een spade, een gieter, een takkenschaar en een beugelzaag. Waar zetten we ze neer? Nou, de houtsingel werd vaak als afscheiding gebruikt, dus die zien we het meest op perceelsgrenzen. Okay. Maar als je een ontwerpplan hebt gekregen, moet je kijken waar die gepland is om geplant te worden. Bij een houtsingel plant je de boomvormers in het midden en de struiken aan de randen. Plaats de bomen en de struiken op zo'n 1,5 meter afstand van elkaar. En als je last hebt van loslopend vee, dan kun je op 2 meter afstand van het hele bosje een afzetting maken tegen vraat. Je graaft een aantal gaten in een patroon in de bewerkte grond en zet dan ook verschillende soorten planten uit. De plantafstand tussen de verschillende planten en bomen bedraagt zo'n 1,5 meter. Schud tijdens het planten de wortels door elkaar. Dat is goed voor de spreiding van de wortels. Let wel op dat je niet te diep plant, alleen het wortelstelsel moet in de grond. Gooi de grond die je opschept weer over de wortels. En zorg bij een droge periode voor voldoende water. Na 1,5 jaar ziet de houtsingel er dan zo uit. Dit is een voorbeeld van een mooie houtsingel. Aan de buitenkant de struiken en aan de binnenkant de bomen. Ja, in het begin hoef je alleen maar een beetje onkruid te wieden, maar het echte onderhoud is pas na 1 jaar of 10. Dus ik zou zeggen, Lex, koffie dan maar. Nou ja, overhangende takken en zo, die kun je natuurlijk altijd afzagen. Hè? Maar goed, dit is dus al ongeveer 10 jaar oud. Dus dit mag afgezet gaan worden. Afgezet? Een tak uitdraaien? Of... Nee, afzetten houdt in dat je tot ongeveer 20 centimeter boven de grond de hele struik en de hele boom weghaalt. Kijk, de mooie bomen laat je staan, want dat zijn... Ja, die zijn belangrijk voor vogels en voor vleermuizen. Maar voor de rest kan alles gewoon rigoureus tot 20 centimeter boven de grond. Het afzetten van de bomen en struiken kan je doen met de takkenschaar of de beugelzaag. Laat de takken niet liggen, maar gebruik ze bijvoorbeeld voor een takkenril. Zoals je ziet moet je niet al te zachtzinnig te werk gaan. Zorg dat er genoeg zonlicht op de grond kan vallen. Ja, precies, want dan kunnen de stobben weer uitlopen. Zaag de stobben niet horizontaal af, maar iets schuin, zodat er geen water om blijft staan. Anders gaan ze rotten. En dan groeien ze niet uit. Ja, Lex, kom op, koffie! Ga voor meer informatie over inrichtingsadvies, aanplanten en praktische cursussen naar de website van de provinciale organisatie Landschapsbeheer.